Wij hebben hier biologische akkerbouw en biologische kippen. We zijn omgeschakeld in 2012 zijn we begonnen met de akkerbouw. En met de kippen zijn we begonnen in 2010 met de omschakeling. De belangrijkste keuze, we gewoon eerlijk in zijn, was financieel. Dat het bedrijf is niet groot. Aan de andere kant ook de voldoening in het werk dat je op een andere manier beter voor het milieu bezig bent. En met de natuur bezig zijn, de vrijheid die je hebt. Het is niet ingewikkeld. Je moet wel voor jezelf de discipline opleggen van ik ga nu biologisch en ik ga anders gaan denken en ik ga anders handelen, anders doen. Het aantal boeren die omschakelen naar biologische akkerbouw, dat is hier in de buurt ook niemand, want iedereen heeft hetzelfde. Ja, er is zoveel onkruid. En dan op een gegeven moment denk ik van ja, het lukt me wel, het kan. Ik leer van mijn collega met de goede hulpmiddelen, de goede machines. En uiteindelijk ook personeel met de hand, lukt het om toch een mooi product te kunnen telen op deze gronden. Hoe beter de kwaliteit van de grond, hoe beter de plant groeit, hoe sterker de plant is en weerbaarder voor invloeden van insecten en dergelijke. De samenwerking met ASR is goed. En we zijn op dit moment bezig om een perceel grondverbetering toe te passen. En dat vind ik erg mooi dat een grondeigenaar daar zo in participeert. De droom voor de toekomst is dat het zo kan blijven gaan dat wij met de omvang die we hebben toch nog steeds een goede prijs krijgen. Ik ben blij en ben trots op dat wij hier op een goede manier bij kunnen dragen aan de voedselproductie en dat mensen goed te eten hebben.